Maandagmiddag brak de brand uit bij een boerderij in Ohé en Laak. Even voor 4 uur 's middags kreeg de brand weer een melding van de brand aan de Prior Gele straat. Volgens omstanders was hij immers bezig met een gaasbrander onkruid weg te halen. En dat ging mis toen de vuurdeur in brand vloog. Het vuur greep vervolgens snel om zich heer. De brandweer heeft de beginnende brand geblust en kon zo erger voorkomen. Waar is er flinke rookzaai in de boerderij? Volgens een woordvoerder van de brandweer is er bij de brand nemers gewond geraakt.